Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeter. En deze keer gaan we kijken naar het stukje snelheid van licht. Want licht is best snel, maar is ook weer niet zo ongelooflijk snel. Bijvoorbeeld als we de zon hebben en we hebben een heel stuk verderop hebben we de aarde. Dan duurt het alsnog enige tijd voordat de informatie van hier naar hier komt. Hoe lang duurt dat? Dit duurt bijna 8 minuten. En dan denk je van ja, maar 8 minuten. Goed, als de zon dus ontploft, 8 minuten later is het licht pas bij de aarde. Je kunt het ook op een andere manier doen. Zeg maar, stel ik heb hier de aarde en ik ga hier ergens zitten en ik ga een signaal via een satelliet. Dus ik stuur het de lucht in. Ik heb hier een satelliet en het gaat nu naar de andere kant van de aarde toe. En daar is iemand anders die gaat proberen mijn signaal te ontvangen. Dan kan het al best wel eens zo lang duren dat ik 0,1 seconde nodig heb. Misschien zelfs soms langer, zelfs 0,2 seconden. Dat is trouwens vaak logischer. Dan heb ik misschien bijna 0,2 seconden nodig om de informatie van mij naar de andere kant van de aarde te krijgen. De reden is, licht heeft een snelheid van, het is of heel weinig net of heel veel, net hoe je het ziet, 300.000 kilometer per seconde. Dus in 1 seconde kan licht 300.000 kilometer afleggen. Maar als ik van de ene kant van de aarde naar de andere kant van de aarde wil, dan heb ik, als ik het via de weg doe, heb ik al zo'n 22.000 kilometer nodig. Als ik het via de lucht doe, dan kan het best al zijn dat ik zo'n 40.000 kilometer nodig heb om naar de satelliet te gaan en weer 40.000 kilometer om terug de andere kant op te komen. En dan kunnen we dus ook zeggen, dan heb ik 80.000 kilometer. En ja, het licht heeft 300.000 kilometer per seconde. Dus dan heb ik alsnog, als ik dit domweg even zou berekenen, ik ga wat nullen weghalen, want nullen weghalen dat mag altijd. Deze mag ook nog wel. Dan heb ik toch alsnog 8/30ste seconde. 4/15ste seconde, dat lukt me ook nog wel. Dat is 2/7,5ste. Nou, laat ik eens. Weet je wat? Dit is ongeveer 4/16ste seconde. Dat kan ik wel. 4/16ste seconde is weer hetzelfde als 1/4ste seconde. Dus dat betekent dat ik ongeveer 0,25 seconden nodig heb om het licht van de ene kant van de aarde naar de andere kant van de aarde te krijgen. Als ik het via deze satelliet heb gedaan. Dit is ook tegelijkertijd hoe je hier makkelijk en snel mee kunt rekenen. Laatste stap, die 8 minuten. Die 8 minuten kan ik ook zeggen, dat is 8 keer 60 keer 300.000. Dat is, dat zijn van die getallen waarvan ik nu ineens denk van, had ik dit niet mooier kunnen doen. 6 keer 8 is 48 met een extra 0 keer 300.000. 3 keer 48 is 120, 130. 3 keer 8 is 24. 3 keer 8 is 24? Ja, 3 keer 8 is 24. Dan is het 144. En dan gaan we er nog 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dat zijn wat getallen. Dan kan ik ook zeggen dat vanaf waar wij wonen naar de zon toe ongeveer 144 miljoen kilometer is. Deze zijn trouwens dingen waarvan ik zeg van, doe dit alsjeblieft met een rekenmachine. Want als je dit echt met heel erg lomp snel rekenen doet zoals ik nu heb gedaan, is er een kans dat er een rekenfout in zit. En als het zo is, zet het maar gewoon in de commentaren. Dat kan gebeuren. Maar ik hoop dat dit een hoop iets wat verduidelijkende uitleg is geweest. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.